ben Bram Moens en ik ben bij Uitgeverij Leuven ondertussen al 2 jaar aangenomen als senior finance manager. Vorig seizoen werkten we met bonnetjes in het stadion, omdat er veel cashgeld in omloop was. De vrijwilligers hadden een grote verantwoordelijkheid. Het is ook tijdverlies bij de kassas, waardoor we toch gekeken hebben om naar een ander systeem te gaan. CCV heeft een programma waardoor we betaalkaarten kunnen opladen. Dit kan zowel cash als via bankcontact of Mastercard. De vrijwilliger is ook redelijk snel vertrouwd met het systeem. Na een 10 minuten was iedereen ermee weg en de eerste wedstrijd is dan ook foutloos verlopen. We werken ook met een payment app, waardoor de supporter hun eigen kaart het saldo kan checken en ook op een makkelijke manier het saldo kan opwaarderen. Zo worden lange wachtrijden vermeden en is de supporter meer op zijn gemak. Ik ben Filip van Doorslaar, ik ben Chief Commercial Officer van Uitgeverij Leuven. We hebben inderdaad dit seizoen geopteerd om een taalsysteem met een kaart in te voeren, zodat we ook onze dienstverlening naar de supporters beter konden afstemmen. We hebben nu duidelijk zicht op wanneer water en wat verbruikt wordt, zodat we beter onze stocks kunnen organiseren, beter onze personeel inzet kunnen doen. Weten van wat je supporter doet in de stadion, wat is het consumptiegedrag, hoe lang blijft hij binnen, wat is daar het consumptiegedrag, weersomstandigheden enzovoort. Dus je kan gewoon veel meer evidence-based gaan werken. We waren toch een beetje nerveus voor het uitrollen van het systeem. 65 kassa's in het stadion voor de eerste keer gebruiken. Maar eigenlijk heeft dat vanaf dag 1 foutloos gewerkt. We kregen al vrij snel ook reacties van de supporters. Ja, dat werkt echt wel goed. Waar er toch wel wat onzekerheid was op voorhand. Het is enorm stabiel. En als er dan ergens een klein probleem was, was er altijd meteen bijstand en ondersteuning om het zo snel mogelijk op te lossen. Dus ik als club ben eigenlijk volledig ontzorgd in heel het betaalproces rond onze webshop, rond ons cashless payment systeem. Op dat vlak slaap ik eigenlijk op 2 euro.